Welkom bij weer een uitzending van Zondag Slosdag. We zijn voor u vandaag bij de praderie op de Welberg. Het is niet het allerbeste weer. We hopen dat het op gaat klaren natuurlijk. Maar we zullen eens gaan kijken. Ik sta hier naast Ivo Nagelkerken. Ivo, jij bent van de vereniging OVW? Ja, klopt inderdaad. En we staan hier gezellig op de braderie. Wat hebben jullie allemaal georganiseerd momenteel? Ja, we hebben zoals altijd als OVW zijn alle activiteiten in verband met Sinterklaas, braderie en dat soort dingen allemaal. Nou, vandaag hebben we dan de braderie weer op touw gezet samen met Jan de Beleter. Die zorgt dan dat de kramen allemaal gevuld worden. Ja. Ja, en wij doen dan de verenigingen van Welberg en Steenberg aanschrijven om toch de braderie meer sfeer te laten brengen, zeg maar. Nou valt het weer een beetje tegen. Is de opkomst wel waar je verwacht had? Ja, op dit moment mag ik best zeggen dat de opkomst best goed is eigenlijk. Ondanks het regen. Maar ja, we merken toch dat het een beetje op gaat klaren. Dus ja, we hopen toch dat we zo dadelijk wat meer mensen gaan krijgen. En dat het droog gaat worden in ieder geval. Dus ja, we hebben ook wat extra dingetjes van het jaar. Omdat we 25 jaar bestaan, hebben we een rodeo stier staan bij de vaart. Waar ook de muziek staat met een drive-in show. Nou zag ik net dat ik ook een eentje kon sponsoren bij jullie, ja, hè? Ja, inderdaad. Ik denk dat ik dat ga doen. Lijkt me wel leuk. Eentjes, dat is de traditie bij OVW. Dan hebben wij 153 eentjes. Die worden verkocht en die worden zo dadelijk om 5 uur in het water gegooid. In de vaart? In de vaart. Oh, en leuk. En we gaan kijken waar op een gegeven moment de eerste over de finish heen gaat. En die kan een hele mooie prijs winnen. Oh, ik ben benieuwd. Dus nou heb ik 2 euro. Ja, nou dan gaan we even gaan we doen. Gaan we gewoon doen. Ik wil graag een eentje sponsoren. Het weer is lekker opgeklaard, dus we gaan lekker terrasje pikken. Kom. Wat vond jij het leukste op de braderie vandaag? Nou, het begint al wat drukker te worden, dat vind ik wel leuk. Want toen straks was het verregend, het was best slap, was wel zonde. Ja. Maar het feit dat het weer lekker druk is, vind ik wel dat is gezellig. Ja. Ja, vind ik muziekske, ook. Muziekske, drankske, ja. Gezellig. Ja. Ja, dat hoort erbij, vind ik ook. Raad. We staan hier voor de dingen van de Roopa-runnen tentje. En heel belangrijk, toch? Zeker weten. Nog moe? Nee, niet meer. Maar het was wel leuk om te doen, toch? Super leuk om te doen. Het was jouw eerste keer, toch? Eerste keer en het was super leuk. Ik ga volgend jaar weer. Ik wil graag jullie sponsoren. Ja, dat kan. Nou zag ik net dat kon grabbelen. Grabbelen vind ik altijd leuk. Ja, jij mag grabbelen. Hoeveel kost dat? 20 eurocent. Oh, kijk, ik heb 50. Dankjewel. Helemaal onderin? Ja. Helemaal onderin. Ja, ik voel iets. Nou, kijk, ik ben zo benieuwd. Oh, kijk nou. Daar ben ik nou blij mee. Ik ben hartstikke voetbalfan. Nederland kampioen. En Europa run, toch? Ja. Michel Jonkers. Michel, jij staat hier voor een goede doel. Ja. Welk goede doel is dat? Een levenskracht. Heel belangrijk goede doel. Wat ben je aan het doen? 777, 5 kansen voor een euro. Oh, dan wil ik dat ook proberen. Ik wil een prijs winnen. En dat is dan om het goede doel te steunen, toch? Jawel. Mag ik van jou eentje kopen? Oké, jawel. Kijk, krijg jij van mij 5 euro? Alsjeblieft. Mag ik er eentje, hè? Ja. We willen deze. Die ziet er goed uit. Yeah.
We hebben hier een miljonair aan tafel. Hij is binnen. Echt. De kraam is bijna leeg, zegt. Toch? Jawel. Nou, nog een beetje doorverkopen. En dan kan je gaan rentenieren. Toch? Ik sta nou bij de vogeltjes. Vogellust. En ja, we staan ook elk jaar op de braderie hier in de Welberg, maar ook in Steenbergen straks. Ja. En ja, wij proberen met een loterijtje, met eitjes rapen. Dan kunnen de mensen voor een euro kunnen ze 3 eitjes kiezen. Oh, dan ga ik dat doen, dat vind ik leuk. Dan kunnen ze prijzen winnen die hier staan, ook levende vogeltjes. Ja, mijn zoon had vanochtend al een vogeltje gewonnen, dus die gaat straks in de volière, dus dat is hartstikke leuk. Ik wil van jou 3 eitjes dan, kan dat? Ja, wij doen het ook om de ondersteuning van straks. Wij hebben in oktober altijd een hele grote vogeltentoonstelling in Steenbergen. Internationaal tentoonstelling. Met deelnemers uit heel het land uit en die komen dan bij het café De Fles hun vogeltjes brengen. Die worden gekeurd daar zo en dan kunnen dus ook prijzen winnen. En ja, dat doen wij het een beetje om de kosten te ondersteunen natuurlijk. Ja. Staan wij op de braderie ook om een paar centen te verdienen van onze club. Mag ik van jou mijn eitjes? Jazeker. Ja, maar ik mag ze zelf uitzoeken. Oké. Ik heb er gewoon 3. Als jij me nou kan helpen met openmaken, want ik heb die microfoon vast. Kijk, ga ik kijken hoe dat ik prijs. Ah, dat is nou niks. Jammer. Weer niks. Helaas. Ik ben wel een pechvogel vandaag. Maar dat geeft niet. Het is voor het goede doel. Roosprijsschuimpje. Ah, lekker. Nou, bij Jannie van de MJW De Club, echte Welbergse Vereniging. Wat hebben jullie vandaag op de braderie staan? Wij hebben zoals normaal de grote grabbelbak staan. En onze eigen support van de leiding, dat staat er ook. Ja, nee, kijk, de grabbelbak, die moet het hem doen, hè? Heb je al wat gevonden? Ja. Ja? En mag je nou... Koen zit voor spek en bonen nu in de grabbelbak. Om zijn ouders op een terrasje te gunnen. Hé, hey, Koen. Ja, maar dat is leuk ook. Dan kan je uren doorbrengen in dat ding. Ja? Ja. Rondje. Rondje. Jij? Rondje erin. Ik? Ja? Ik kan het wel proberen. Kom, ik ga gewoon proberen. Gewoon vast. Ik heb hem gevonden, Jannie. Oh, een prijsje. Yeah. Oh, ik mag een prijsje. Oh, een moeilijk spelletje. Een ander spelletje. Ik ga voor het moeilijk spelletje. Ik ben altijd... Ik kan voor iets leuks gaan. Wat hebben we nog leuks? Dat is wel leuk. Ja. Ja, nee, doen we het dan maar dan. Ja. Forever young, why won't you be forever young? Do you really want to live forever, forever, whenever?
komen kijken hier zo. Dit gaat levensgevaarlijk worden. Het gaat gebeuren op de Belder. De Valmeral 3-eentjes. Ze gaan nu te water. 154 eentjes. We gaan kijken wie er op kop ligt. Ik kan het niet goed zien. Volgens mij 101. Ik heb begrepen dat de slos met 120 meedoet. We gaan even de hulpmiddelen klaarzetten, want er zit heel weinig storming op dit moment in de vaart. Oh, er gaat er eentje tussenuit. Eentje trekt de kop, jawel. Eentje 46 is als eerste. Eentje 46. Lazeroms op de Laurentiusdijk. Eentje 46. Nou, gefeliciteerd. Bij deze gefeliciteerd. En de prijs die komt van de week richting jullie kant. Iedereen weer hartstikke bedankt voor deelname aan de eentjesrace van OVW. Vanaf een gezellige braderie op de Welberg sluiten wij hier af. En als u nog eens een keer een uitzending terug wil zien, kijkt u dan op www.slos.nl en klikt u dan op uitzending gemist. Bedankt voor het kijken. Bonjour mes amis, madame et monsieur du trottoir, du abattoir, de mayonnaise, du café. Ja, je zult wel denken, waarom praat zij zo vreemd? Het is wel Frans. Want wij zijn hier namelijk op de Franse feesten. Het zijn de Franse dagen op zondag 30 mei. Hier in Kruisland natuurlijk. Het zal Kruisland weer niet zijn. Eén klein nadeeltje. Het zonnetje laat het een beetje afweten. Maar we gaan toch kijken of we voor u leuke, gezellige Franse plaatjes kunnen schieten. Zodat u zelf een beetje een Franserig gevoel heeft. Dus zet de stokbrood maar op tafel. Smeer de boursin. En wij zijn op de Franse dagen.